I'm still Jenny from the blog. Hoi iedereen, leuk jullie kijken naar onze game. Vandaag gaan we weer verder met al die Sven mail met de tas. En hoi, die tas. Ben je achterkant? Oeh. Je hebt niet verwacht. Het was de lelijkste woe ooit. Ja. Jeetje, wat verpest. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Annelies Fanmail en vandaag gaan wij weer fanmail openen. Wat is dit? Het is een brief die los ligt. Oh, maar dat gaan we zo doen. Misschien heb ik die antwoord wel. Anyways, wij gaan beginnen met Annelies Fanmail en in deze serie gaan wij jullie fanmail openen. Wat jullie kunnen opsturen naar het adres hier beneden. En dan gaan we lekker meteen beginnen met Annelies Fanmail. There we go. Gaan we eens kijken wat we vandaag allemaal weer hebben. We hebben Loem. Loem. Nou, loempetje. En nog een loempetje. Loempetje. Alle looms die we vandaag tegenkomen in deze video gaan op mijn arm. Oké. Okay. Zo, hé. We hebben heel... Heel artistiek. Kijk hier, ik vind het wel mooi. Nice. Van Suzanne. Kijk eens aan. Lekker gekleurd. Hashtag Moker, hashtag Roy met aan de chips, hashtag Team ATG, hashtag Bolroy, hashtag Booslief, hashtag Rooslief. Kijk eens aan. Hashtag Roy aan de chips. Dat is 2 jaar geleden of zo. Ja, echt zo. En nog een tekening van ons. Met kijk eens aan. Hoppatee. En dan de brief. De brief. Die zal me heel erg bedanken voor jouw fanmail. En geen handtekeningen. Maar nee. We willen even wat zeggen. We krijgen heel veel vragen in brieven van. Willen jullie abonneren op dit of dit? Of dit promoten? Dit doen we helaas niet. Want fanmail is bedoeld voor om iets naar ons te sturen. En niet om ons laten abonneren op iets. Ja, precies. Net zoals volgen op Twitter of zo. Kijk, dat is wel. Ik snap dat jullie dat doen. Ja. Maar we kunnen niet bij iedereen dat gewoon eventjes doen. En we doen het dan ook niet bij de fanmail en niets. Nee. Dus dat hoef je eigenlijk niet te zeggen. Want ja, dat doen we eigenlijk gewoon niet eigenlijk. Nee. Het klinkt misschien niet heel aardig, maar anders zijn we heet daarmee bezig. Dus daarom. Maar in ieder geval wel bedankt voor je leuke fanmail, Lisanne. En dan gaan we nu door naar de volgende fanmail. En die ga ik nog gaan pakken. En dat is gewoon deze. Een grote? Ja. Het begint weer een beetje de laatste tijd, hè? Wat? Dat we weer groter beginnen te pakken. Ja, nou precies. Ik dacht dat het steeds minder groter wordt. Jongens, ik weet niet hoor, maar de tas wordt steeds leger. Daarnet kon hij niet... Het zat het zo. Ja, er zitten wel nog heel veel kleintjes onderin. Ja, ja. Maar het gaat wel goed. We gaan de goede kant op. We werken eraan. Alsof het werk is. Oh my god. Maar het is hartstikke leuk om te doen. We gaan de fanmail openmaken. We gaan even kijken wat we hier allemaal nog hebben in zitten. Even kijken, Bo. Zo, hé. De name game. Oh, de name game. Oh, dit is van Roy en die is van. Van Bo. Oh, dit is leuk gedaan. De name game in Gravity Letters. Dit ziet er echt fancy uit hoor. Super leuk. Heel gedaan. Gaaf. En dan hebben we hier. Ik vond deze toen ik het logo op zo op internet echt schattig. Haha. Dus een foto van mij en Bo tijdens kerst. Ik weet niet hoeveel jaar geleden. Ik denk dat we 5 of zo waren. Maar ik had ook dus kort haar. Bo, wat heb jij hier met je haar gedaan? Ja, een soort staartjes helemaal of zo. Krankzinnig. Echt waar, maar dat was wel leuk. We gaan even kijken. Ik had gezegd dat we alle looms even om gingen doen. Oh ja, dus mooi hè. 1, 2, oh, daar gaan we. 3, 4, 5, 6. En 7. Zo. Nou, bijna heel mijn arm zit nu onder met jouw loemetjes. En dan hebben we hier ook nog andere dingetjes. We hebben hier een kaart voor Bo en Roy. Dit was mijn eerste jaar ATG. Het was geweldig. Ga zo door en maak nog leuke video's van Tigo. En PS nog, gefeliciteerd Roy. Kijk eens aan. En we gaan schrijven naar Deventer. Inderdaad. En, je denkt dat was de loem. Nee hoor, we gaan nog even door. Okay. Gaan we nog. Nog eentje. Je nog hebt eentje. Spijt, hè? Ik heb nu al spijt dat ik het heb gezegd, want normaal kregen we nooit zoveel loem. Holy crap. Ik ben echt een regenboogjongen nu op. Holy crap. Er zit geen brief in. Dat was denk ik het kaartje. Ik denk dat dat het kaartje inderdaad was. Super bedankt voor je fanmail. Hartstikke leuk getekend allemaal. Ja. En je hebt mijn arm heel blij gemaakt. Geloemd. Bedankt voor je fanmail, Tigo. En dan gaan we nu door naar de volgende fanmail. En dan gaat Bo nu even kijken. Wow, hey. Van Strijn. Wow, er zit hier helemaal weer wat in. We gaan schrijven naar... We gaan weer schrijven naar mijn woonplaats. Dan kunnen we weer eentje loslaten. Yay. Hier zat Bo en Roy, heel klein. En hier is dan de brief die wij eventjes gaan lezen. Dankjewel Rosanne voor jouw fanmail. En je hebt nog een vraag van ons. Hoe oud we waren? 18 jaar allebei. Ja. Bo is op 3 februari jarig.
en Roy op 31 december. Mark your calendars. Wat? Huh? Geen idee. In ieder geval, dankjewel voor je fanmail. En we gaan eventjes kijken of we langs kunnen gaan om die brief te sturen. Of de handtekening te geven. We gaan wel eventjes kijken of we dat gaan doen. Ja. In ieder geval, bedankt voor je fanmail. En dan gaan we nu door naar de volgende fanmail. Jullie moeten nu niet denken van... Oh, maar Bo en Roy die willen het alleen maar naar hun sturen. En die doen dat nooit bij andere fans. Maar dat is omdat deze echt... Dit is echt 1 kilometer verderop. Ja, dat... Ik hoop dat jullie dat zelf ook begrijpen, oké? We gaan niet echt een wereldtour maken naar Friesland daarvoor. Sorry daarvoor. Nee. Dus ja, dan ja, heb je daar eigenlijk al even geluk voor. We hebben hier een nieuwe fanmail. We gaan even kijken wat hier allemaal eventjes in zit. En als eerst hebben we een ATG-logo. Yay. Met woorden zoals Happy Wheels. Nee, Sims, Goorhoek, Roy, Tante Bertha, Bo, ATG-logo en Minecraft. Zo, dat was zo gezellig. Oh, hey. Wow, ik zit er door de zet beneden, door zijn headset heen. Oké, en dan gaan we nu even samen de brief lezen. Auw. Nou Anne, bedankt voor je bemmel en je zei van, vinden jullie mijn tekening mooi? En ik vind het hartstikke mooi wat je hebt gemaakt, dus in ieder geval hartstikke bedankt. En dan gaan we nu door naar de volgende bemmel op de thee. En als je denkt van, Roy, waarom gooi je nou het gewoon weg of zo? Gooi het in op de brandstapel. Nee, dit is een box waar alles in gaat, jongens. Kijk, op de thee. En we bewaren dit altijd. En we kijken overal gewoon lekker doorheen. Ja. Als we ons vervelen of zo, weet ik veel, want ik heb ook zo'n box thuis aan. En dan gaan we nu even verder met de volgende fanmail. En deze gaat naar Velserbroek. Zo, ik noem nooit. Nou, dat is een mooie broek, zeg. Oh, oh. ATG, ik ben fan. Nou, jongens. Nou, kijk eens aan. Kijk, nou, ik ken die jongen aan de muur hangen als een poster. En hier weer allemaal woorden. De Sims, Hardlife hier, vlogs. Vicky Friday, Minecraft, Atlas Cube, Bodoy en Nee. Atlas Cube, dat iemand dat heel erg leuk vond. Nou, dat vind ik heel erg aardig. En dan gaan wij nu eventjes de brief lezen. Nou, we moeten van Jesper moeten ook nog eventjes van zijn fan, moeten we een naam zeggen. En dat was Mick. Dus hierbij, Mick. Dat moesten we doen. In ieder geval, Jesper, bedankt voor jouw fanmail. En dan gaan we nu doorgaan naar de volgende fanmail. Fanmail. Zoé. Ik heb hem hoor. Zoé. Jongens, dit is een mysterieus pakketje. Kijk nou. Nou, voor niks van. Nou, zit er een bom in. Zou ik zit er een bom in, ja. Nou, dat gaan we zo beten. Gaan we zo beten! Oh. Even kijken. Oh jee, wat zit hier allemaal in? Ik weet dat dit een teken is. Wat zit hier allemaal? Oh, hier zit weer wat omheen. Ik hoop dat het niet kapot scheuren. Wat is dit nou? We hebben nog een paar vragen. Op welk school zit je? Schrijf eens Lyceum Rotterdam. Hoe lang ben je? 1,83 meter. Waarom ben je zo knap? Vraag dat maar mijn moeder. En dan nog vragen voor mij. Welke school heb je gezeten? Da Vinci... Dordrecht. Hoe lang ben je? 1,70 meter. Waarom heb je zo mooi haar? Omdat ik naar de kapper ben geweest pas geleden. Nee, ik weet niet. Ik weet het niet. Ik doe er niet echt iets aan. En hashtag ATG Power. Is dat een nieuwe hashtag? Nee. Hartstikke bedankt, dan maakt niet uit. In ieder geval hartstikke bedankt voor jouw fanmail, van jouw fanmail, Michelle. En dan gaan we nu door naar de laatste brieven. We worden prinsesse. En dan gaan we weer door naar de laatste fanmail. Van Brandy. Want zij doet altijd hetzelfde handschrift. Dus ja, dan weten altijd hetzelfde voorkantje. Ben je dat het Brandy is? Als het geen Brandy is, ik dan... zie al de XXX Brandy. Ja, oké. Okay. Dan zijn wij voor het lampje gehouden. Hey, ATG. Doei! Van Brandy! Het is weer zover! Zo flauw, hè? Record snelste fanmail ooit trol. Oh my god, we hadden het gewoon door. Nou, in ieder geval bedankt voor je fanmail. En het was weer de aflevering voor vandaag. Ah, doe ze normaal! Ik wil er mooi bij, dat weet ik veel idee. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze fanmail. Female. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze panel. Als je het een leuke video vond, vergeet niet eventjes het duimpje omhoog doen. En als je het niet leuk vond, doe het eventjes nog steeds. En dan zien we jullie hopelijk volgende keer weer met een nieuwe video hier op All These Games. En dan eindigen we natuurlijk weer met een gevurken! Oh, hallo turken. Oh ja. De ballen, doei doei! Doei! Best wel gay hè, als ik dat doe. Wacht, wat?